Ja, hoe is de situatie op dit moment? Voor het moment zitten we dus aan de vergadertafel met de directie en is er een opening gecreëerd en gaan we proberen om een aantal zaken die dus heel dringend waren en heel belangrijk voor de arbeiders, om die op papier te zetten, onder andere om te voorkomen dat er nog ontslagen zouden zijn zoals er nu met Rino gebeurd is, dat dat in de toekomst praktisch onmogelijk is.